Brokkepondo beschikt nu over een eigen school voor voortgezet onderwijs, namelijk de Johannes Gatsby Gapsi WW VO School te Bronsweg, die 2 maanden geleden officieel in gebruik is genomen. De school startte met een 2-leerjarenprogramma. De initiatiefnemer en trekker ten aanzien van het verbouwen van de school, Johannes WW, meer bekend als Gapsi, heeft in samenwerking met andere ondernemers in het district Brokkepondo de school volledig omgezet naar voortgezet onderwijs, voorzien van alle leerjaren. De ondernemers kregen ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Een delegatie van het secretariaat van de WHO-FCTC heeft in het kader van een gezamenlijke missie maandag een bezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. De gezamenlijke missie heeft tot doel de regering van Suriname te ondersteunen bij het bevorderen van tabaksontmoedigingsactiviteiten. Het gaat onder andere om draagvlak creëren voor de goedkeuring van de amendementen op de tabakswet. Ook moeten er bewustmakingssessies komen over illegale handel in tabaksproducten en het belang voor Suriname om toe te treden tot het protocol ter uitbanning van illegale handel in tabaksproducten. De opening van de 25e World Scouts Jamboree in Zuid-Korea heeft vandaag plaatsgevonden. De Surinaamse padvinders zijn afgelopen zaterdag vertrokken om deze activiteiten bij te wonen. Meer dan 40.000 jongeren uit meer dan 150 landen zijn samengekomen voor 10 dagen vol avontuur, culturele uitwisseling, leren en plezier. De World Scout Jamboree is een van de grootste outdoor jeugdkampen ter wereld. De activiteiten worden zaterdag 12 augustus afgesloten.